28 oktober 1998 staat bij de inwoners van Tollebeek in het geheugen gegrift. Na een nacht van heftige regenval stonden de akkers rond hun dorp onder water. En de komende dagen blikken we terug op die memorabele gebeurtenis. Dat doen we in ons radioprogramma, maar vooral ook op tv, in ons tv-magazine Dit is Flevoland. En iemand die een kijkje ging nemen bij dat hoge water is onze eigen weerman Robert de Vries. Ja, Robert, we hebben het over 20 jaar geleden. Was jij nog een broekie? Hoe oud was je? Ik was toen 12. Was toen echt nog een jonge weermannetje nog. Ja, wat als iemand zegt die overstroming van Tollebeek, wat is dan de eerste herinnering die bij jou bovenkomt? Dat ik naar de brugklas ging. Het was eigenlijk diezelfde tijd. En ik herinner me hoe het bij ons eigenlijk in de achtertuin waar ik toen woonde. Ik woonde in Emmeloord. Daar hadden ze ook echt wel te maken met heel erg hoog water. Dat het water ontzettend hoog stond bij ons in de tuin. We hadden zelf zo'n zitkuil. En die hadden 5 tredes, die trappen. En toen ik 's ochtends vroeg naar school ging, want toen had het die nacht al heel hard geregend, stond het eigenlijk tot de tweede, of eerste tweede tree. Maar toen ik terugkwam van school, toen was het waterpeil eigenlijk nog veel verder gaan stijgen. En was het tot de vierde tree zelfs gekomen. En toen werd het best wel spannend. En toen had ik samen met mijn moeder nog elke keer een stok erbij gezet waar het water stond. En we konden elke keer om het kwartier, half uur om weer verplaatsen dat het heen en weer ging. Ja, was het dan een soort jongensachtige spanning? Of was het toch ook wel van, oh, misschien komt dat straks wel in huis? Eigenlijk heb ik daar toen niet bij stilgestaan van, goh, misschien zou het huis wel binnen kunnen lopen. Ik denk, mijn moeder wel anders was aan het denken. En het was ook op het punt dat we stonden te verhuizen. En ik weet nog, de nieuwe mensen die bij ons in dat huis zouden komen wonen, die woonden vlak bij de Urkenvaart. En ja, daar stond het water echt in de voortuin. Dus was het behoorlijk spannend voor heel veel mensen. Ja, voor de mensen die met ons meekijken naar de televisie of via de website, die kunnen nu ook beelden zien die gemaakt zijn destijds 20 jaar geleden, dus bij Tollebeek. We hebben net al allerlei akkers onder water zien staan. We zien allerlei hulpdiensten die toch proberen om nog te redden wat het te redden valt. Jij hield dat toen, neem ik aan, nog niet precies bij. Nee. Maar kan jij achteraf een beetje reconstrueren wat er nou precies gebeurd is? Het was echt uitzonderlijk veel regen. Ja, er was echt heel veel regenvallen. En ik herinner me nog s'avonds, ook toen ik ging slapen, dus dat was eigenlijk de avond voor de 28e, dat ik wakker werd van de harde regen naar buiten. Gewoon, het was een stortbui, maar die gewoon continu eigenlijk bleef aanhouden. Ja, en dat heeft natuurlijk de volgende ochtend in al die wateroverlast geleid. En het is natuurlijk, als het eenmaal valt, het moet natuurlijk nog afgevoerd worden. Dus dan zie je later, pas op de dag, dat echt het waterpeil verder begint te stijgen. Maar er was natuurlijk heel wat bekijks, ook in Emmeloord, van mensen naar het hoge water. Ja, want uiteindelijk komt zelfs koningin Beatrix langs bij de mensen in Tollebeek. Heb jij dat ook nog meegekregen? Of was je toen niet zo bewust van de koningin? Daar ben ik niet zo bewust van. Ik weet wel vaag dat ze is geweest, maar eigenlijk niet eens om die reden eigenlijk dat ze kwam kijken. Maar dat was natuurlijk wel voor het hoge water. Ja. Ja, wat had je eigenlijk ook door hoe die situatie in Tollebeek was? Want dat geldt een beetje als het putje van de Noordoostpolder, eigenlijk het laagste punt in het gebied. Dus al het water dat stroomt dan daar naartoe. Dus daar is de wateroverlast het ergst geweest. Hè? Ik heb dat wel vaag meegekregen, want Omroep Flevoland was natuurlijk met de televisie net in de lucht. Het was onze eerste extra uitzending. Ja, en achteraf weet ik nu dat het Omroep Flevoland is geweest. Maar daar keek ik naar, want er waren natuurlijk om het uur waren de updates. En daar ging ik wel kijken met de waterstanden die werden doorgegeven. Maar ik was vooral veel buiten aan het kijken. Want ja, ik had toen nog geen internet of iets dergelijks. Dus je ging vooral erop uit om te kijken wat aan de hand is. Ja, je had ook een fotocamera bij je. Je hebt twee foto's meegenomen. Ja. De allereerste, wat zien we daarop? Nou, we zien daar de Zuiderkade zien we daar. En daar zien we eigenlijk het water helemaal over de rand gaan. Dat had ik dus nog nooit gezien dat het zo erg was. Aan de andere kant zie je net de wijk De Zuidert. En daar hadden ook de mensen het water tot aan de voordeur staan. Nou, zou dit nou een foto zijn geweest die jij ook... want je hebt tegenwoordig een weerpraatje waar je ook altijd een foto laat zien. Ja. Vaak van een kijker zou je deze foto ook in beeld hebben vertoond? Ja, als ik zo ver was dat ik al een weerbericht presenteerde, had ik die wel in de beeld gedaan. Ja. Dat is wel spectaculair. Dat zie je dus niet zo vaak. Nee, dit zie je niet zo vaak. Ik heb wel eens vaker is het waar. Hij is alleen een beetje donker aan de zijkant. Ja, zeker. Maar als goed is, heeft Odeke nog een foto van. En er is ook wel een leuke vrouw. Maar die is eigenlijk aan de andere kant genomen. Dan kijk je naar de Zuiderkade toe. Hmm. En dan zie je ook een beeld. Nou, dat beeld staat nu bij de paardenmarkt in het centrum. Dat is verplaatst. Ja, verplaatst. En dat stond toen nog aan de Zuiderkade. En je ziet dus heel goed als je kijkt op de achtergrond wat mensen staan op te kijken bij het water. En dit is wel extreem hoog. Dat hebben we nog nooit gezien. En ook na 1998 heb ik het water daar ook niet meer zien staan zover. Ja, heb je nou een moment gedacht van als dit water nou maar stopt met stijgen?
Dat is heel gek dat ik daar op dat moment geen enkele zorgen over heb gehad. Van straks staat het water in mijn huis. Kijk, nu ben je ouder, heb je eigen huis, heb je zelfverzekering. En dan maak je misschien drukker om. Je dacht, dat was mijn ouders van op. Dat is wel voor pa en ma is dat wel. Maar ik heb daar nooit eigenlijk bij stilgestaan. Ik vond het vooral heel erg spectaculair en fascinerend dat het water zo hoog kwam te staan. Ja, je noemt dit je allereerste weerfoto's ook, hè, die je mee hebt genomen. Ja, dit is natuurlijk wel, jij houdt wel een beetje van extreme. Dus dit is wel, hier het zaadje geplant voor jouw carrière als weerman? Nou, je zou het bijna eigenlijk wel zeggen. Toen vond ik die extreme al heel fascinerend, hoe het allemaal ging. Maar eigenlijk weet ik dat al vanaf mijn vierde, vijfde jaar, dat ik het al interessant vond. Maar ja, dit zijn eigenlijk een beetje de eerste beginselen dat ik een ding op foto kon zetten. Ja, kon je eigenlijk nog fietsen? Of waren de fietspaden ook onder water? Nee, want deze foto is gemaakt bij de overstap. Dat is de fietsbrug van de Zuidert eigenlijk naar het centrum toe. Daar kon je gewoon prima overheen. Eigenlijk de fietspaden hadden er toen geen last van, kan ik me herinneren. Ja, Robert, je hebt wat dingen voor ons op een rij gezet. Ja, ik heb eens even gekeken naar de cijfers, wat er nou echt is gevallen. Er zat eigenlijk al een hele lange voorgeschiedenis aan. Daar ga ik zo meteen nog eventjes vertellen. We hebben nu namelijk het kaartje op de achtergrond, wat er in 24 uur tijd aan neerslag is gevallen. Dus van 27 op 28 oktober. Is dat in millimeters? Ja, en we zien dan in de Noordoostpolder over het algemeen zo tussen de 77 en 88 millimeter. Nou, dat zijn heel wat emmers op 1 vierkante meter. Als je bijvoorbeeld 88 millimeter hebt, dan zit je op bijna 9 emmers op 1 vierkante meter in zijn geval. Dat in 24 uur tijd. En natuurlijk niet alleen in de Noordoostpolder waren problemen, ook in de kop van Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Meppel had heel erg last van wateroverlast. En dat zie je ook precies in dat kaartje terugkomen. Die hele strook had ontzettend veel regen. En je moet je voorstellen, normaal gesproken valt er in de maand oktober 70 millimeter. Nou, dat is er al in één etmaal naar beneden gekomen. Dat is op zich heel veel. Feitelijk zouden we dat moeten kunnen verwerken. Maar er zat natuurlijk ook al een hele natte voorgeschiedenis aan. Want ook de hele maand oktober was ontzettend nat. Als je dat vergelijkt met nu, ik had het zojuist over. Er is nu 5 tot 10 millimeter gevallen. Normaal gesproken valt er 70 millimeter, maar we hadden toen op het KNMI-station van Mark Nessen 265 millimeter. Nou, dat is meer dan 3 keer het dubbele wat je normaal... Past bijna niet meer in die pot? Nee, hij past totaal niet meer in die pot. Gelukkig leegt hij zich ook automatisch, die pot. Dus daardoor was het makkelijk te meten. Dat was de maand oktober, 265 millimeter. Maar ook het hele najaar was nat. De maand juni in de zomer was de natste van de 20ste eeuw. En ook de zomer was somber en nat. Dus er zat ook een hele lange voorgeschiedenis in dat het kletsnat was. En dan die beruchte nacht van 28 oktober. Dat was dan eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Een paar druppels dan wel. Hè? Ja, misschien dat de boeren dan wel mazzel hadden dat het dan in oktober was en niet eerder dat jaar. Want dat is natuurlijk hartstikke slecht voor je land als dat helemaal zo onder water kon te staan. Er staat in oktober natuurlijk ook nog genoeg in het land, zoals suikerbieten en dergelijke. En dat zal heel veel problemen hebben opgeleverd. Ja, want nu wordt er geklaagd dat het allemaal te droog is. Ja. Maar ik neem aan dat ze toen toch wel behoorlijk liepen te klagen dat het te nat was. Maar ja, er komen natuurlijk heel veel schimmels bij kijken bij dat soort zaken als het continu maar in het water staat. En ja, mijn tegenstelling nu staan ze juist te beregenen, want ze krijgen het niet uit de grond, omdat de grond te hard ervoor is. Ja. Dus dat is een heel verschil met dat jaar. Komt het nou vaak voor, dat soort situaties in een najaar, dat het echt zo nat is? Ja, dit was de allernatste van de eeuw, zei je. Maar we hebben nu al een aantal jaren, of inmiddels al 20 jaar, niet meer zo extreem gehad. Ook niet bij benadering of zo? Nee. De verwachting is wel dat het gaat toenemen natuurlijk met de klimaatverandering. Hè. De aarde warmt steeds meer op, kan steeds meer vocht vasthouden door die opwarming. Dus zwaardere neerslag. Dus dit zou in de toekomst weer kunnen gaan voorkomen. Al was dit natuurlijk een heel extreem scenario. En inmiddels heeft ook het waterschap wat maatregelen genomen dat dit niet meer zo snel kan gebeuren. Nee, maar het grappige is, eigenlijk moeten we altijd eerst van leren. Het moet eerst iets gebeuren voordat we maatregelen gaan nemen. Maar dit soort beelden, wat je nu bij mij op de achtergrond ziet, dat kan in de toekomst weer vaker gaan voorkomen, omdat er veel meer regen wordt verwacht. Ja, en jij als weerman hoopt toch een klein beetje erop. Buiten al dat persoonlijke leven. Natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik zeg 95% van de bevolking zit daar dus niet op te wachten. Het is een klein deel die met het weer bezig is en die vindt dat dan heel interessant. Ik hou dat goed in de gaten of dat weer voor gaat komen of niet. Goed, Robert de Vries, heel erg bedankt dat je er was. En ben je benieuwd naar meer verhalen over de wateroverlast in Tollebeek in 1998? Kijk dan vanaf morgen ons tv-magazine van Dit is Flevoland. Want de rest van de week hebben we allemaal persoonlijke verhalen uit die tijd.